Hey, hallo, welkom weer bij deze podcast voor Altijd Jong. Mijn podcast waarin ik van alles bespreek om voor altijd jong te blijven, om jezelf altijd jong te voelen, want jong blijven gaat natuurlijk niet, maar jong voelen kan wel. En de laatste tijd loop ik er tegenaan, of loop ik er niet tegenaan, maar merk ik dus op door een situatie bij mijn moeder thuis, hoe ongelooflijk belangrijk dat het is om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk gezond blijft. Wat is er namelijk aan de hand? Kijk, de zorg in Nederland is niet al te best meer. Dat weten we allemaal. En als je te maken hebt met ouderenzorg, misschien als je hiernaar luistert, dat jouw ouders of iemand uit je familie of opa, oma te maken hebben met zorg in Nederland. En dat je dus afhankelijk bent van zorg, van thuiszorg of wachten op een plek in een verzorgingstehuis of wat voor zorg voor ouderen dan ook. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat mijn ex-schoonouders nou een stuk ouder zijn. Die zijn al boven de 90, dus ja, die hebben ook echt wel gewoon zorg nodig. Maar mijn moeder inmiddels ook, die heeft ook al lang zorg nodig. Niet mijn moeder zelf, maar haar man. En nu zie ik dus van dichtbij hoe ontzettend, ontzettend belangrijk is dat je zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven, maar ook zo lang mogelijk gewoon normaal dat je stoel op kunt staan, een trap op kunt lopen, je eigen boodschappen kunt doen. Misschien zelfs nog wel een rondje kan fietsen of een rondje kan wandelen. Maar gewoon goed voor jezelf kunt blijven zorgen. En want wat is er namelijk aan de hand? De man van mijn moeder heeft darmkanker gehad. Dat is ongeveer 6 jaar geleden. Is hij aan geopereerd. Maar er is hij eigenlijk nooit echt goed bovenop gekomen. Altijd problemen, altijd lopen sukkelen. Hij heeft nu een stoma, hij heeft een katheter. En ja, er is altijd gedoe mee. Hij blijft pijn houden. Ze kunnen niks vinden. Hij gaat van de ene specialist naar de andere. Ze doen onderzoeken. Hij heeft heel veel pijn. Hij heeft geen energie meer. Kan bijna niks meer. Het is voor mijn moeder echt een enorme zorg. Want die is er altijd bij. En nou, mijn moeder is dus mantelzorg. Mijn moeder is 74. En zij is nu mantelzorg voor haar man. Kan geen kant op, wil ze ook niet. Daar heeft ze ook al wat moeite mee. En dat snap ik ook wel. Want ze heeft de moeite om alleen te laten. Maar de druk op mijn moeder is echt enorm. En de laatste tijd loopt ze wederom. Het gaat steeds met fases. Loopt ze er weer tegenaan dat het gewoon allemaal heel veel is. Echt te veel. Want het gaat geregeld wat mis. En ja, dan moet de huisarts weer langskomen. Maar die komt dan weer niet. Of die geeft een advies waar ze eigenlijk niks mee kan. Dan komt de thuiszorg. Die verzorgen hem dan weer niet helemaal goed. Dan moet ze zelf weer aan de slag. En dat kost dan ook weer moeite. Want dat gaat ook allemaal niet zo gemakkelijk. Dus ze zitten met z'n tweeën gewoon in een kleine flat met z'n tweeën hele dag op elkaar. Dus je kunt je denk ik wel voorstellen hoe dat er gaat. Mijn moeder is een beetje op. Jan, die, ja, daar gaat het gewoon niet lekker mee. En dat snap ik ook. Die gaat ook een beetje mopperen. Die is ook niet vrolijk. Mijn moeder ook niet. Dus dat gaat natuurlijk enorm tegen elkaar op. Dus die energie onderling is ook niet fijn. En dat draagt natuurlijk ook niet zo bij. Maar de druk op mijn moeder is dus echt gewoon heel hoog. En ze vraagt om hulp, maar die is er dus gewoon bijna niet. Ze kunnen alleen maar van de thuiszorg kunnen iets komen doen. En Jan is eigenlijk zover dat hij bijna niet meer alleen kan wonen. Hij geeft ook aan dat de kwaliteit van leven zo echt niet fijn meer is. Dat het leven zo ook niet leuk meer is. Dat heeft mijn ex-schoonvader overigens ook. Die zegt dat ook wel eens. En die is nu 92, volgens mij. Woont nog alleen. Maar zijn vrouw niet meer, die zit wel in een verzorgingstehuis, want die is echt dement, die weet een heleboel dingen niet meer. Ik heb ze ook al even niet meer gezien. Ze herkent mij ook natuurlijk helemaal niet meer, mijn jongens ook niet meer. Dus, en ik vind het niet leuk om in zo'n omgeving te zijn. Dus ja, dan ga je er ook niet zo heel erg snel naartoe. Maar goed, die woont dus inderdaad ook nog alleen en heeft ook inderdaad zorg, gewoon thuiszorg. Ze komen ook iedere dag verzorgen. Maar mijn moeder en Jan, die komen ze ook iedere dag thuis verzorgen. Maar mijn moeder heeft al wel aangegeven dat hij ja, eigenlijk naar een verzorgingshuis moet. Dat het eigenlijk hoort. Omdat de druk op mijn moeder ontzettend hoog is. Maar daar is geen plek. En daar wringt dus de kous. En dat is nu, maar dat wordt alleen maar erger. Want we zijn namelijk als Nederlanders zijnde steeds eerder ziek. We hebben steeds meer eerder dementie. We leven wel langer, maar we leven niet lang genoeg.
gezond. De kwaliteit van leven is steeds eerder voorbij. Mensen van rond mijn leeftijd, ik ben nu 54, zelfs al jonger, zitten al aan medicatie voor het hart, zitten aan hoge bloeddruk of zitten aan tabletten voor hoge bloeddruk, cholesterolverlagers, noem de hele riedel maar op. Echt serieus heel, heel veel. Nou, daar word je niet gezond oud van, dus de kans om dan in een verzorgingstehuis te komen is ontzettend groot. De krapte is er nu al. En de grote dementiegolf is nog niet eens begonnen. Dat moet allemaal nog komen. Want dan kun je nu zien als je ziet hoeveel mensen er nu ziek zijn rond deze leeftijd. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als die 60, 65, 70 zijn. Er komt een enorme golf aan, aan dementie. En dat is wel duidelijk. Ik weet dat ook, er zijn ook onderzoeken naar gedaan. En ik weet het ook omdat ik natuurlijk, zoals je weet, mensen test op de omega-3 in het bloed en de omega-3-6 waarde. Dus de laaggradige ontstekingsgraad. Nee, de kans op een laaggradige ontstekingsgraad ziektes. En daaraan is dementie enorm gelinkt. Dus tekort aan omega-3. Nou, zoals je misschien al, je volgt mij al even, dus zoals je wel weet, zijn er weinig mensen die goede waardes hebben. 95%, misschien zelfs meer, is uit balans. Met alle risico's van dien, gezondheidsrisico's van dien. En als je het dan van zo dichtbij ziet, dan ja, wil ik je echt met mijn hand op het hart drukken. Van alsjeblieft, zorg goed voor je gezondheid. En preventie is helemaal niet sexy, daar willen we eigenlijk helemaal niet aan doen. Maar ja, goed, voor je pensioen doe je waarschijnlijk ook iets. Nou ja, dat is, hoort er dus gewoon bij. Maar zorg zo goed voor je gezondheid. Want de kwaliteit van leven als je ouder bent is zo ongelooflijk van belang. Want je wilt zo lang mogelijk, tenminste dat denk ik, dat jij ook zo lang mogelijk gezond wil blijven. En volop wil kunnen genieten van het leven. En daar heb je toch echt altijd je lichaam bij nodig. Je lichaam en je kopje heb je erbij nodig. Bij alles wat je wilt doen. Ook als je niet meer wil werken. En je wilt gewoon leuke dingen gaan doen. Heb je ook je lichaam voor nodig. Als je een berg op wil klimmen. Heb je je lichaam voor nodig. Maar ook je hersenen. Want je moet scherp zijn. En je moet jezelf op kunnen vangen. Op het moment als je valt. En dat is natuurlijk met alles. Ook als je gaat wandelen. Of je gaat winkelen. Of nou, fietsen. Whatever. En op het moment dat je niet meer hoeft te werken. Hoe fijn is het dan dat je gewoon echt een fit en gezond lijf hebt. En daarmee kunt reizen. Met je kleinkinderen iets kunt gaan doen. Met je kinderen iets kunt gaan doen. Lekker wandelen, fietsen, sporten. Hoe ontzettend belangrijk is. Maar ook hier tussen je oren. Want dat is natuurlijk van belang. Want mijn ex-schoonmoeder markeert lichamelijk niks. Eigenlijk. Of niet noemenswaardig. Maar in de hoofd is het niet meer in orde. Maar ja, dan heb ik ook, tenminste ik denk dat zij wel een kwaliteit van leven heeft, want ze weten het meestal niet meer. Maar in principe wil je dat niet, want ik vind het schrijnend om te zien. Dus ik ben heel blij dat mijn moeder nu aan de omega-3 is en aan de vitamine K2 D3. Dus dank God daarvoor. Vind ik heel fijn. Haar huisarts had toch gezegd dat het heel goed was dat ze dat deed. Dus daar ben ik ook al ontzettend blij mee dat die man heeft gezegd, het is goed dat je dat doet. Want de huisartsen en de mannen in de witte jassen, dat zijn degene die ons heel vaak tegenwerken. Dus ons zijn degene die graag voor gezondheid staan en die anderen advies willen geven om te werken aan de gezondheid. En die zeggen heel vaak, ja, omega-3 supplement is niet nodig. Ik bedoel, luister soms naar het nieuws, hoeveel mensen dat er nog zeggen, het is niet nodig. Maar ik heb wel andere dingen gezien. Ik kijk naar de praktijk. En ik kijk niet alleen maar op papier of een schijf van 5. Nee, ik luister, ik zie, ik hoor, ik neem waar. En daar haal ik conclusies uit. En ik zit nu inmiddels al ontzettend lang in de sport. Vanaf mijn 18 al, dus dat is al bijna 40 jaar inmiddels. En ik zie wat er gebeurt. En door dat te doen, weet ik ook en snap ik ook wat je ervoor kunt doen om zo lang mogelijk fit en gezond te blijven. Is dat allemaal een garantie? Nee, dat is het nooit. Dat is het nooit. Maar je hebt wel zelf in de hand hoe gezond dat je oud wordt. En echt, mocht je nou in je omgeving mensen hebben van dichtbij die ouder zijn en waarvan je dus ziet dat die zorg nodig hebben, dan zie je dus en dan hoor je hoe serieus, dikke, vette ellende de zorg in Nederland is. En we betalen bakken met geld. Ik bedoel, de premie gaat wederom omhoog. Dit kan zo echt gewoon niet langer. Dus het is zo belangrijk om je eigen gezondheid in acht te nemen. Je eigen gezondheid in je eigen handen te nemen. En gewoon ervoor te zorgen dat je goed leeft. En wat is
goed leven. Dat is niet op een bleekselderijstengel kauwen. Dat is helemaal niet nodig. Maar wel eet minimaal 400 tot 500 gram groente iedere dag. Eet een paar stuks fruit iedere dag. Vast geregeld. Dus eet geregeld gewoon niet. Dat is echt heel goed voor je systeem. Of luister naar de podcast met Brahman Menor en eet gewoon niet. Dat is helemaal gezond. En als je dat niet gelooft, als je denkt, nou, Mario, dan kan ik niet gezond eten. Luister naar de podcast met Brahman Menor. Die twee podcasten hiervoor. En dan zul je dus horen dat het gewoon wel mogelijk is. Je wordt er gewoon gezonder van. Dus gewoon groente, fruit, geregeld niet eten. Dus eet maar eens gewoon een dag niet. Of vast een hele ochtend met enige regelmaat. Eet de juiste eiwitten. Dus blijf weg van alle vegan rotzooi in de winkel. Want er zit meer rotzooi in dan wat anders. Dus het is echt niet gezond. Wil je vegan eten, doe het dan op de juiste manier. Ik ben er geen fan van. Want in mijn ogen is het geen gezond eetpatroon. Vegetarisch. Moh, ben ik ook niet helemaal kapot van. Want dat is in mijn ogen ook niet helemaal gezond. Maar eet van alles wat. Dus eet af en toe vlees. Eet gewoon een keer kip. Eet vis. Eet vegetarisch. Eet veganistisch. En wissel het gewoon allemaal lekker af. Dus eet wel mooie proteïne, mooie eiwitbronnen. Heel erg belangrijk. Schoon ook. Dus niet met allerlei laagjes en troepjes en krokante rotzooitjes eroverheen. Gewoon puur stuk kipfilet. Punt. Daarnaast natuurlijk je goede vetten, ook ongelooflijk belangrijk, waarvan uiteraard omega-3. Omega-3 is en blijft jouw basis altijd voor een goede cel. Is jouw cel niet gezond? Zie het als stel je even voor, een tros druiven. Je hebt hele mooie tros druiven, mooi groen, lekker sappig en glanzend. En je hebt dezelfde vorm, maar dan rozijntjes. Nou, jouw cellen, als jij slechte waarden hebt, dus te weinig omega-3 in het bloed en de laaggradige omega-3-6 is niet goed, dan heb je die rozijntjes. Ja, daar komen geen goede stoffen in, afvalstoffen gaan er niet uit, die stug, dat functioneert niet. En die druif is gewoon gezond, dat blaakt van gezondheid. Dat wordt aan die wand is mooi soepel, er kunnen goede stoffen in, afvalstoffen uit. En dat gaat allemaal soepel in je lijf. Je hersenen werken goed, zodat je voldoende DHA hebt. Dus je vergeet dingen gewoon niet meer. Ik vergeet ook wel eens dingen trouwens, maar je hersenen blijven gewoon veel lang werken. Je bent gewoon veel helderder van geest en je hebt gewoon veel meer energie. Dus die zijn ontzettend belangrijk, omega-3 als vetten. Maar ook roomboter, kokosolie, goede koud geperste olijfolie. Reuzel is ook goed om in te bakken, want dat vet blijft mooi stabiel. Noten, ongebrande, ongezouten noten, avocado. Dat zijn even een paar voorbeelden. En daarnaast je koolhydraten. Die koolhydraten haal je in principe uit fruit en groente. Maar wil je graag koolhydraten eten, kies dan rijst. Kies zuurdesembrood. Liever geen gewoon brood. Zuurdesembrood of roggebrood. Glutenvrij brood van Ralph Moorman bijvoorbeeld. Die heeft heel mooi glutenvrij brood, zuurdesembrood. Dus dat kun je bij hem ook bestellen, Ralph Moorman. Maar daarnaast, rijst, aardappelen zijn goed om te eten. Nee, aardappelen zijn niet verkeerd. Aardappelen zijn een fantastische bron van vezels, vitamines en mineralen. Zoete aardappel, gewone aardappel. Dat zijn je koolhydraten. Gedroogd fruit kun je ook eten. En zo kun je dus een heel mooi eetpatroon samenstellen. Als je daarnaast ook nog geregeld sport, minimaal 3 keer in de week iets waarvan je hartslag omhoog gaat. 40, 45 minuten is meer dan genoeg. Maar je moet ervan gaan zweten. Hartslag moet ervan omhoog. De rest van de week bewegen. Wandelen, fietsen, rennen of je poetsen. Nou ja, wat me ook aan beweging is. Gewoon echt bewegen, bewegen, bewegen. Ja? Dat is eigenlijk de basis. Heel simpel. En dan kun je nog extra dingen toevoegen. Bijvoorbeeld rauwe melk is heel goed om te doen. Grasgevoerd rundvlees is heel goed om te eten. Het zijn ook allemaal gewoon puur natuurlijke, echt puur natuurlijke voeding. En dan mag heus wel een keer chocolade bij. Dan mag wel eens een keer een chipje bij. Dat is echt allemaal niet erg. En een wijntje op zijn tijd is niet erg. Maar niet iedere dag. En niet een hele fles. Want daar verouder je gewoon sneller door. Dus mijn laatste advies is, even kort samengevat, voorkom dat je afhankelijk gaat zijn van de zorg in Nederland. Want het is dikke, dikke ellende. Plaats in het verzorgingstehuis is er straks niet meer. Dus je zult wel voor jezelf moeten zorgen. De prijs van de ziektekostenverzekering gaat echt belachelijk omhoog. Dit kan zo niet langer meer doorgaan. Dat beseffen met z'n allen. Dus je hebt echt je eigen verantwoordelijkheid te nemen in je gezondheid in deze. En kijk ook een beetje om je heen wat er gebeurt. Kijk naar mensen die gezond zijn. Neem daar een voorbeeld aan. Stel vragen. Wat doen hun nou precies? Kijk naar je eigen leven. Neem je nu medicijnen? Ga eens even nadenken. Heb je die medicijnen nodig? Ga eens met je leefstijl aan de slag. Dan kom je al een heel eind. Dus weg met die medicijnen, want die heb je echt, echt niet nodig.
Uiteraard weer uitzonderingen daar gelaten. Maar in mijn ogen, medicatie echt de vuilnisbak in. Net als halverine, bijvoorbeeld. Hier wilde ik het eventjes bij laten. Als je vragen hebt of je wil iets weten van me, je mag me altijd een berichtje sturen via social media. Dat kan op de verschillende kanalen. LinkedIn, Instagram. Op LinkedIn ben ik de laatste tijd wat actiever. Facebook, YouTube. Dus je bent van harte welkom.